Nou, ik ben ook erg actief op Instagram en ik wil nog wel eens een polletje of een vraag droppen. En ik had van de week had ik een hele leuke gedropt, namelijk je weet dat je foto- of videograaf bent als je. Nou, daar hebben heel veel mensen op gereageerd, wat ontzettend leuk was, want het is ontzettend herkenbaar wat iedereen dus geplaatst heeft. Ik zal er even een paar hierna zetten. Als je te veel overuren maakt en geen cao hebt. Makes sense, allemaal freelancers. Als je de wereld bekijkt als foto- of videocomposities, ja. Dat is ook super herkenbaar natuurlijk. Dankjewel Matthijs. Als minstens Premiere Pro 100 keer crasht. Uren rondhangen in de Camera Express en alles wilt hebben voor je videocamera. Ja, ook relatable. Als je niet meer normaal naar foto's of films kunt kijken, ja, daar zijn we ook allemaal in gespoild. Als je alles vast wil leggen, als je een Sony A7 hebt, ja, dat is ook helemaal waar. Volg me natuurlijk ook eventjes op Instagram op @robin_deridder. Even iets aan mijn ogen halen. Ook op Instagram heb ik dus laatst mijn nieuwe winactie bekendgemaakt. Alle winnaars die hebben meegedaan, ontzettend bedankt en heel tof. Alle apparatuur die is naar jullie toeverzonden. Nou, dat is gelijk een mooi bruggetje naar een winactie waar ik zelf al mee heb gedaan. Namelijk de Summer of Sony van Budgetcam Camera Express en Sony zelf. Je kan je nog steeds inschrijven via hun website voor deze actie. Ik heb dus ook meegedaan en ik heb dus een dag gratis de A7S III geleend gekregen van Budgetcam. Daar gaat deze video dus ook over. Maar daarbij, klein uitstapje, is dat ik ook een jacket, een vest heb gewonnen. En dit is een limited edition vest. Wat een samenwerking is tussen Camera Express, Budgetcam en Sony zelf. En die is echt super vet. Van dit jacket is dat er een aantal Easter eggs in zitten. En ik kan het niet laten om dit gewoon even een beetje te delen. Er staan in ieder geval nummer in. Het is een limited edition, dus er zijn er maar 100 van gemaakt. Verder is er nog een hele toffe Easter egg, wat ik zelf althans persoonlijk heel gaaf vind. En ik zal deze even eraf halen. Ze hebben namelijk een waslabel eraan gehangen. Aan de voorkant van het label staat wash inside out with familiar colors and always be gentle with a rental. Dat is al een kleine verwijzing naar Budgetcam natuurlijk. En er staat ook in 80% cotton, 20% polyester en 100% alpha. Wat natuurlijk slaat op de Sony Alpha serie. En in case of panic, call mom. Nou, dat is tof. En dan denk je, nou, nu hebben we het wel gehad. Maar als je het labeltje omslaat, zie je ineens hele andere tekst staan. Nu staat er namelijk charge everything, test your gear, clean your gear, format cards, reset settings, release forms, contact crew, check weather, and in case of panic, call Budgetcam. Nou, ik vind dat ze dit super tof gedaan hebben. Leuke Easter egg in het jasje. En verder ziet het er gewoon heel slick uit. Ze hebben hem expres zwart gehouden, zodat je jezelf niet terugziet in weerspiegelingen en dergelijke. Hoewel de mouwen natuurlijk wel gewoon grijs zijn. Maar oké, dat terzijde. De logo's zijn subtiel weggewerkt in dus de mouwen. En het Sony Alpha logo op de borstkas is natuurlijk gewoon heel erg vet. En gewoon tof voor alle Sony liefhebbers onder ons. Waaronder dus gewoon ikzelf. Maar goed, dat was al bekend. Nou, dan wordt het nu in ieder geval tijd om over de A7S III te praten. Ik heb een unboxing video gemaakt op het moment dat ik hem dus binnenkreeg. En die zal ik eventjes hierboven linken. Maar eigenlijk wil ik helemaal niet ingaan op al die videospecificaties. Want we weten, die camera is gewoon knettergoed. En nou, er is genoeg over gezegd en geschreven. Maar wat ik wel vaak als vraag krijg, is dat mensen twijfelen over de fotografiefuncties van deze camera. Nou, je zou je bijna afvragen, waarom zou je €4000 voor deze camera betalen als je ook gewoon de R-varianten van Sony Alpha hebt. Maar ik snap de vraag heel goed, want mensen willen dus deze camera kopen vanwege zijn videofuncties. En omdat die gewoon heel erg goed is. Maar ze willen natuurlijk ondertussen ook gewoon weten wat ze mogen verwachten op het moment dat ze ermee gaan fotograferen. Is het een hybrid camera tussen video en foto? Zoals gezegd, ik heb deze camera dus zelf al een aantal maanden en ik moet zeggen dat de fotofuncties echt alsnog waanzinnig zijn. Dat is de korte variant, maar ik kan je daar ook bewijs bij leveren. Want ik heb zelf al heel wat foto's gemaakt met deze camera. En we kunnen er gewoon samen eventjes induiken van wat we nou eigenlijk vinden van de kwaliteit van de foto's die uit de A7S III komen.
Daarvoor moet ik wel eventjes verhuizen naar mijn computer, maar kunnen we wel samen eventjes uitgebreid bekijken naar wat de kwaliteit van de foto's precies is die uit deze camera komen. Ik heb hier mijn Radler biertje. Het is een halve liter. Die heb ik al klaarstaan. Gun het me, het is warm. Ik heb een selectie gemaakt van een aantal foto's waarbij ik je eigenlijk de kracht van de A7S III laat zien. We kunnen hieraan dus eigenlijk al gelijk heel goed zien dat die A7S III eigenlijk de kleuren die kan houden eigenlijk in de 10-bit video, dat dat ook heel mooi in die foto te zien is en dat het er ook uit te halen valt. Dus een klein beetje inzoomen, dan zien we hier dus eigenlijk ook gelijk het effect van die 12 megapixel. Ik denk dat die 12 megapixel uiteindelijk ook de grootste dealbreaker is voor mensen om te fotograferen op die A7S III en vragen zich dus ook misschien terecht af of die 12 megapixel niet te weinig megapixels zijn om dus op te fotograferen. Nou, als je naar mij vraagt, ik heb dus al heel wat foto's gemaakt en deze zijn dus allemaal op die 12 megapixel sensor zijn deze geschoten. En nou ja, het zijn gewoon plaatjes. Het heeft uiteindelijk allemaal te maken met waarvoor je het dus gaat inzetten. Ik heb hier dus een foto van Freek met het paard. Nou, super mooie bewerking. Het licht valt gewoon heel mooi en dit zijn gewoon ontzettend mooie plaatjes. En ik ga er gewoon even snel doorheen, want ik wil je veel verschillende dingen laten zien. Zodat je ook ziet wat voor soort type beelden er allemaal geschoten kunnen worden met zo'n camera. Nou, alle foto's zijn dus met verschillende lenzen geschoten, dus probeer daar een klein beetje rekening mee te houden. Ik heb hier nog een mooi voorbeeld van de low light capabilities van de camera. En dan moet je je voorstellen, dit was in een tipi, in een grote tent. En het was een soort van glamping en het was hier pikkendonker. Het enige waar licht vanaf kwam, waren dus die lampjes, die kerstverlichting hier aan de zijkanten. En ik heb niet een al te lange sluitertijd gebruikt, echt geen 30 seconden, maar ik denk een seconde of 5 of 6. En dat is volgens mij uiteindelijk een hele mooie toffe foto geworden. En je kan hier dus ook zien dat ik altijd mijn telefoon gewoon naast mijn bed heb liggen. Slecht! De bewerkingen die je kan doen, het ziet er allemaal gewoon super gelikt uit. Ook al die kleine takjes die je hier ziet, weet je, het is gewoon allemaal zichtbaar. En dat zou je misschien niet gelijk verwachten van een camera van 12 megapixel, maar het zit er gewoon echt in. Dan heb ik nog een aantal foto's die ik had gemaakt tijdens de winterse weren in Nederland. Dit is mijn kat Snorri en zij dook hier weg achter een mooi takje. En ik heb die ogen gewoon heel mooi tot hun recht kunnen laten komen. En het ziet er gewoon allemaal super scherp uit. Die videofunctie autofocus die is al heel erg goed. Eigenlijk denk bijna het beste van wat je op dit moment kunt krijgen. Super snelle autofocus met knettergoede eye detection. En je zou je afvragen, deze Schotse Hooglander die heeft geen ogen, maar toch was hij knetterscherp. Dus heel mooi plaatje geworden. Ja, die autofocus is gewoon uiteindelijk gewoon super fijn, omdat je weet dat op het moment dat je je camera point op een persoon, dat 99% van de keren gewoon knetterscherp is op die ogen. Hierbij stond ze wat sneeuw te gooien en ook hierbij zien we gewoon dat die foto zo ontzettend scherp is op de ogen. Die AF, die autofocus en zeker die eye detection is echt krankzinnig goed. Ook voor wat macro-achtige shots is dit gewoon een ontzettend goede camera om mee te fotograferen. Zeker als we hier al, dit is al heel ver ingezoomd, maar zeker als we dus nog verder inzoomen op deze libellen, dan pas zien we dus eigenlijk, we zien eigenlijk al die haartjes zien we al individueel. Zien we van die libellen en ik stond hier met een 70 mm op een f4 is het geschoten. Dus dat is eigenlijk helemaal geen super lichtsterke lens met kleine scherpte diepte. Maar het is uiteindelijk echt een bizar goede foto, goede scherpe foto vooral geworden. Wat je dus in eerste instantie nooit zou hebben kunnen verwachten van een 12 megapixel systeemcamera. Ik heb hier wat geprobeerd te spelen met een persoon tegenover een super heldere achtergrond. Dus we hebben hier expres mijn hoofd een klein beetje in het licht gedrukt om te kijken wat voor informatie daar nog uit gerepareerd kon worden. Nou, je ziet dus hier eigenlijk ook, als we een beetje inzoomen op mijn hoofd, dan zien we ten eerste dat die alsnog gewoon super scherp is. Maar ook dat al mijn haartjes, gewoon die hele harenlijn, dit is gewoon super scherp en strak. Het is natuurlijk gewoon super leuk geweest voor mij om samen met het vestje voor het eerst op de foto te gaan. Dat was heel gaaf. En ook hierbij dus die haarlijn weer. We zien ook hier gewoon dat die ragscherp is. En dat is, hier valt die een klein beetje uit elkaar omdat het wel heel erg uitvikt. Dus een klein beetje de grenzen opzoeken met deze foto. Maar het is volgens mij alsnog, als je deze gewoon zou gebruiken op social media als profielfoto, dan heb je aan die 12 megapixel, en geloof mij, echt meer dan genoeg.
de eerste keer dat ik dat deed, was ik echt overwhelmed. En dit is niet overdreven, maar ik was echt verbaasd met hoe scherp de stills uit dat videomateriaal zijn. Ik heb hier een aantal stills voor me die rechtstreeks uit een trouwfilm, dus die ik gefilmd heb gehaald. En ik had het misschien eerder moeten zeggen, maar we kijken hier dus af op een 5K monitor. Dus het beeld is al ontzettend groot, er zitten al heel veel pixels in. Dus het feit dat wij nu op dit moment volledig ingezoomd kijken naar een still die rachscherp is. Sterker nog, meerdere stills die rachscherp zijn. Dat is wat mij betreft echt krankzinnig, omdat dit opent ook heel veel nieuwe deuren voor bijvoorbeeld videografen. Die gewoon stills uit hun videomateriaal kunnen trekken. Wat gewoon makkelijk door kan gaan voor losse foto's voor bijvoorbeeld een bruidspaar. En hier kan je natuurlijk nog heel veel andere functies voor bedenken. Mijn conclusie is eigenlijk dat de A7S III absoluut een hele goede fotocamera is. Ook naast zijn al indrukwekkende videospecificaties. Het ligt er een beetje aan waarvoor je de foto's gaat gebruiken. Is het alleen maar online content of is het alleen maar een plakboek? Is het allemaal prima. En dat is toch 99% van waarvoor wij foto's maken. Ben jij echt professioneel en moet je foto's voor billboards maken? Of moet je het groot printen op bijvoorbeeld A0 of groter? Ja, dan zou ik overwegen om toch wel iets meer megapixels te gaan nemen. Maar eigenlijk als iedereen die dus mainly videografie doet en die daarnaast nog steeds wil fotograferen, is de A7S III absoluut een goede keus. Nou, ik hoop dat jij net zo enthousiast bent geworden over de A7S III als dat ik al was. In ieder geval over de videofuncties, maar ja, het is ook gewoon als fotocamera echt een beest. En natuurlijk is dat niet zijn main selling point, maar het is ontzettend fijn om te weten dat ook deze camera gewoon ontzettend mooie stills levert. En ja, het ziet er gewoon waanzinnig uit. Dus voor de mensen die overwegen om de A7S III te kopen, om er eventueel ook mee te gaan fotograferen, ik zou zeggen, gewoon doen. En als je het niet zeker weet, huur hem even een dagje bij Budgetcam. Dan kan je het zelf ervaren en ja, weet je wat je koopt. Nou, ik ben heel benieuwd wat jij van de foto's vond. Laat hieronder in de reacties even weten wat jij vond van de foto's die uit de A7S III komen. En natuurlijk ook wat jij vond van het toffe jacket van Camera Express, Sony en Budgetcam. Ik ben er zelf heel erg blij mee. En ja, als je dit een toffe video vond, gooi je een hele dikke like duim omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Want dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe video's die ik upload. En dat doe ik 1 keer per week over fotografie, videografie en ondernemerschap. Ik wil je voor nu hartelijk danken voor het kijken. Mijn naam is Robin Deerde en ik zie je graag bij de volgende video. Do you wanna dance?